Nogmaals, een van harte goedemiddag. Het is 1500. De persconferentie zal zodanig worden opgezet dat de minister de presentatie zal doen. Aan het eind van de presentatie krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen. De minister is er niet alleen, de directie en staf die zijn erbij. Dus u zal ook van hun input krijgen waar en wanneer nodig. Aan u het woord, minister. Ik heet u nogmaals welkom. Ik wil, voordat ik van start ga, mijn directie staf voorstellen, omdat vaak denkt men daar de werkzaamheden uitgevoerd worden en dat de minister dat is niet is minder waar. De minister dat het boek heeft uitgelegd de week wordt uitgevoerd door zijn team van directie en stafleden, die vervolgens weer over een team beschikken die hem daarbij bijstaat. Dus iedereen van hoofdraad op het ministerie heeft een verantwoordelijke rol in het uitvoeren van de werkzaamheden en het realiseren van het bedrijf. Ja, mee beginnen is de directie van de drie directoraten aan voor te stellen. De hele Israël Kanekan is bij u bekend, is directeur van de belastingen. Mevrouw Eilissander is directeur van planning en ontwikkelingsfinanciering. De heer Raj Taroui is directeur financiën. En ik word ook bijgestaan door de directeur van de administrateur-generaal om correct te zijn van bureau staatsschuld. Dat is mevrouw Maltidwa Kassin. De heer Karel Eckhoff behoeft geen introductie. Staat mij bij in de onderhandelingen en de uitvoering van het IMF-programma. En ik heb ook meegenomen om de moeilijke vragen te beantwoorden. Mevrouw Tine Tjabin, die is senior-econoom op het ministerie, die staat mij dagelijks ook bij voor de uitvoering van de werkzaamheden. Zoals eerder aangegeven, gaan wij proberen binnen een uur onze presentatie aan u te houden. En het zal niet zo zijn dat slechts de minister aan het woord zal zijn. Elke directeur heeft een verantwoordelijkheidsgebied en die zullen dan rapporteren over de werkzaamheden betrekking hebbende op hun verantwoordelijkheidsgebied. Ondersteunen door mij daarbij wat nodig. Of omgekeerd. Ik zal ook ondersteund worden door de directie. Maar langs dus de vier pijlers die u geprojecteerd zijn. Ik zal beginnen met transparant bestuur. Het ministerie van Financiën heeft het initiatief genomen om samen met de Nationale Assemblée een proces in gang te zetten om het comptabel en het controlebestel optimaal in te richten. Daaruit mag u gerust concluderen dat het comptabel en controlebestel niet optimaal is. Daar wordt enorm veel aan. Wij hebben dit project genoemd naar transparant bestuur. En de randvoorwaarde is dat de controlerende macht hierbij goed functioneert, haar taken goed uitvoert. Er is een workshop geweest op 11 oktober 2021 in DNA, waarbij niet alleen parlementariërs, dus DNA, het ministerie van Financiën, de centrale landsaccountantsdienst, de rekenkamer, maar ook andere vele stakeholders bij betrokken zijn geweest. En daar is een verslag van gemaakt. Die heb ik hier bij de superstapel boekwerken hier. Dat zijn allemaal verslagen en rapporten die in de afgelopen 2 jaren geproduceerd zijn. Dus van de workshop is een verslag gemaakt. En de afspraken die daarbij gemaakt zijn, die staan hier ook in vermeld. De
volgens de rapporten zijn daarbij ook opgesteld. Een onderzoek naar de inrichting van het portaal en controlestel van Suriname. Een startnota naar transparant bestuur en een beleidsnota naar transparant bestuur. Dames en heren, dit is slechts het begin van het proces. Ik word hier in week gestaan door een flink aantal mensen. Wij hebben op het ministerie ook aangetrokken registeraccountants die ons hierbij bijstaan, omdat transparant bestuur ook te maken heeft met de inrichting van de financiële administratie van de overheid. En daarbij moet u denken aan de regisseurs, de rol die financiën heeft bij het begrotingsproces, maar vooral ook bij het verantwoordingsproces. En daar horen heldere werkinstructies bij, waarbij gefocust wordt op verantwoording van resultaten. Wij zeggen, we hebben ook ingezet daarbij de modernisering van treasury, de opzet van een treasury afdeling, waarbij de gas- en bankgelden en cashflows beter bestuurd beheerst worden. En we hebben daarbij ook ingezet om niet slechts op het ministerie van Financiën en Planning de institutionele versterking in te zetten, maar op alle ministeries, omdat u weet dat op alle ministeries een treasury inspectie is. En dat alle uitvoering op ministeries ordelijk verloopt, controleerbaar is en uitlegbaar is. Wat wij ook hebben ingezet is dat wij beoordelen en gaan verbeteren het begrotingsproces en ook het verantwoordingsproces. U weet dat het verantwoordingsproces plaatsvindt middels het opmaken van de begrotingsrekeningen, de zogenaamde sloten, zoals men die kent. En ik wil daarbij vertellen dat toen wij aantraden er een behoorlijke achterstand was in het inlopen van de begrotingsrekeningen. Inmiddels is dat ingelopen, om concreet te zijn, op 25 januari 2021 zijn de begrotingsrekeningen 2017 en 2018 aangeboden aan de Rekenkamer en het GLAD. Op 24 december 2020 is de begrotingsrekening 2019 aangeboden aan de Rekenkamer en het GLAD. Op 20 december 2021 is de begrotingsrekening 2020 aangeboden aan de Rekenkamer en het GLAD. En op 19 augustus 2022 is de begrotingsrekening 2021 aangeboden aan de Centrale Lands Accountantsdienst. Wij hebben ook in het kader van het bevorderen van de transparantie, hebben wij heel recentelijk, we hebben opgepakt om periodiek de zogenaamde flash rapporten, de financiële overzichten, te sturen naar het parlement. En heel recentelijk is dat van juni opgestuurd. Van juli wordt vandaag klaargemaakt om opgestuurd te worden. Dus u ziet wat wij proberen om tijdens de rapporten op te sturen. Dus de kritieken die ik hier en daar hoor, dat er geen sprake is van transparantie en dat er geen rapporten en verslagen worden opgestuurd richting parlement. Die kritieken zijn niet helemaal zuiver, omdat wij met documenten kunnen aantonen dat wij die rapporten wel tijdig sturen. Er was een periode van inhaalslag maken, maar dat wij die rapporten wel tijdig sturen naar het parlement en andere instanties die daarbij van belang zijn. Ik heb eerder aangegeven dat
het project naar transparant bestuur ook mede in beschouwing neemt, de werking van de compatibiliteitswet 2019. Wij zijn na evaluatie van de conclusie gekomen dat de compatibiliteitswet niet in alle aspecten zoals dat bedoeld is geweest uitvoerbaar is. En het is dat allemaal geïnventariseerd wordt en besproken zal worden binnen de regering en ook met het parlement. En daarvoor is dit proces ook ingezet om die winkels in de uitvoerbaarheid van de compatibiliteitswet bespreekbaar te maken en te repareren, dan wel te corrigeren. Dames en heren, ook de administratie, overheidsadministratie, werd veel gewenst. Wij kunnen op dit moment, zijn we niet in staat om een crediteurenadministratie te voeren. Zoals de compatibiliteitswet dat ook voorschrijft. De administratie is daarop niet ingericht. Het is een vrij ingewikkeld proces, maar het proces is opgestart en we zijn ervan overtuigd dat wij dat proces ook tot een succes zullen brengen, waarbij wij ook in staat zijn om in redelijke mate van zuiverheid de verplichtingen van de staat, van de overheid, ook te kunnen rapporteren. Wij hebben, zoals ik eerder zei, accountants aangetrokken. En ik moet ook aangeven dat er ook op zijn minst één accountant is die Prodeo met veel ervaring met overheidsfinanciën, die Prodeo ook bijstaat en veel werk verzet om te helpen om die overheidsadministratie op orde te brengen. Dit project is een project wat nog een tijdje gaat duren en waar veel inzet voor nodig is, waar veel expertise voor nodig is. Maar de bedoeling is om uiteindelijk te komen tot een overheidsadministratie, technisch een dubbel boekhouden bij de overheid, waarbij we balansen kunnen opmaken, zal die balansen kunnen opmaken, waarin we kunnen aangeven wat de bezittingen van de overheid zijn, maar ook de schulden, niet alleen de schulden die geregistreerd staan bij het bureau staatsschuld, maar ook de schulden in de zin van resu-schulden, dus suppliers die betaald moeten worden, leverancierskredieten, et cetera, zodat we daar volledig over kunnen rapporteren. Wij konden, toen we overnamen, niet vaststellen hoeveel resu's we te betalen hadden. We hebben daarom ook een bureau na een tender, een accountantskantoor aangetrokken om ons daarbij te helpen. En dat accountantskantoor heeft vanmorgen een conceptrapport, een eerste rapport, gestuurd naar mij. Dat rapport wordt beoordeeld intern en dan gaan de comments gaan terug naar het accountantskantoor en dan volgt er een definitief rapport waarin vastgesteld zal worden wat de schuldpositie van de overheid is als het gaat om nog te betalen resu's. Ik kan u zeggen dat een flink aantal resu's betaald zijn geworden, maar nog afgeboekt moeten worden in de administratie. Dat proces is ook gaande, omdat als je dat niet doet, dan kun je ook niet op een zuivere manier de nog te betalen resu's vaststellen. Dus, dames en heren, het project naar transparant bestuur wordt voortgezet. En de bedoeling van dit project is om te komen tot een goede overheidsadministratie en tijdige rapportering. En zodat
instanties die daarvoor bedoeld zijn, controlerende functies hebben, zoals het parlement, de rekenkamer en de Centrale Lands Accountantsdienst, tijdig over de stukken kunnen beschikken en ook hun controle kunnen uitvoeren. Ik heb aangegeven dat wij al heel wat ingehaald hebben door het overzicht wat ik aangegeven heb van de begrotingsrekeningen. Maar ik geef daarbij ook aan dat wij er lang nog niet zijn. Er is veel werk te verzetten. Ik wil hiermee het hoofdstuk naar transparant bestuur afsluiten en overstappen naar gezonde overheidsfinanciën en economische ontwikkeling. Ik wil niet in herhaling treden, maar het is denk ik genoegzaam bekend wat wij overgenomen hebben. En ik wil slechts twee dingen noemen om dat te illustreren, omdat dat van belang is om het vervolg ook goed te begrijpen. Wij waren in juni 2020 niet in staat om op eigen kracht de lonen en salarissen en subsidies te betalen, laat staan leningen af te lossen. Wij waren in juli 2020 niet in staat om op eigen kracht lonen en salarissen en subsidies en op eigen kracht te betalen, laat staan leningen af te lossen. Om dat te kunnen bewerkstelligen, hebben wij geld moeten lenen. En ik herhaal, ik heb terwijl ik nog geen minister was, in juni bijgestaan om leningen te trekken bij de lokale banken. En ik heb zelf in juli ook leningen moeten trekken bij de banken om lonen en salarissen en subsidies te kunnen betalen en om een schuld aan de IDB af te lossen. Ik kan u ook daarbij zeggen dat deze twee leningen ook in een vrij snel tempo volledig zijn afgelost. Dus de leningen die we getrokken hebben in juni en in juli bij de lokale banken zijn volledig afgelost. Binnen een jaar zoals ik met de banken afgesproken had. Dat geeft aan de situatie zoals wij die overgenomen hadden. Wij waren dus ook genoodzaakt om direct maatregelen in te zetten om niet voor te gaan met door leningen het betalen van salarissen en lonen en subsidies. We hebben zoals u weet een aantal maatregelen ingezet, onder andere de solidariteitsheffing van 10%. En we hebben die uitgezet voor een jaar en we zijn gelukkig in staat geweest om lonen en salarissen en subsidies en ook een aantal leningen af te betalen vanaf september 2020 zonder nieuwe leningen aan te gaan. We zijn ook gelukkig in staat geweest om zoals afgesproken de solidariteitsheffing niet voor te zetten en af te bouwen na een jaar. Dames en heren, we hebben een herstelplan opgesteld. En het herstelplan beloopt een periode van 2 jaar, 2020-2022. Maar er is een misvatting die ik direct uit de wereld wil helpen. Het is daarmee niet gezegd dat alle maatregelen die in het herstelplan opgenomen zijn, ook na 2 jaar afgelopen moeten zijn. We komen daar straks op terug wanneer wij u een beeld gaan verstrekken van de status van de uitvoering van het herstelplan. Omdat vele mensen denken, en ook mensen die beter zouden moeten weten, denken
dat de maatregelen die in het herstelplan staan, na 2 jaar ook afgerond zouden moeten zijn. Er zijn een aantal maatregelen die doorlopen. We komen daar straks op terug. We hebben uit de evaluatie die we hebben gemaakt toen, zijn we tot de conclusie gekomen dat wij een programma zouden moeten uitvoeren met ondersteuning van het IMF en met ondersteuning van de IDB en met ondersteuning van de Wereldbank en andere internationale financiële instellingen. Dus we zijn begonnen in 2020 met de onderhandelingen met IMF en daarvoor heb ik de heer Karel Eckhorst gevraagd mij daarin bij te staan. Wij hebben ons herstelprogramma voorgelegd aan IMF en ik weet dat ik in herhaling treed, maar het is goed om te vertellen om een goed beeld te krijgen, een totaalbeeld van wat we de afgelopen 2 jaar hebben gedaan. We hebben ons programma neergelegd bij het IMF en we zijn dat verder gaan ontwikkelen samen met experts van IMF. En we hebben een staflevel agreement bereikt met IMF in april 2021. Maar om de goedkeuring van de board te krijgen was nodig dat de bilaterale schuldeisers, met name India en China en Paris Club, dat die hun consent zouden geven aan het schuldherstructureringsprogramma zoals in het herstelplan in het IMF-programma is ontworpen. En dat heeft 6 maanden geduurd voordat met name China en India over de brug kwamen en de board van IMF uiteindelijk op 22 december 2021 hun blessing hebben gegeven aan het programma. Ondertussen hebben wij niet stilgezeten en zijn wij doorgegaan met de hervorming op eigen kracht, dames en heren. En zonder nieuwe leningen aan te gaan die wij in de consumptieve sfeer hebben besteed. Wij zijn op eigen kracht doorgegaan en wij zijn op eigen kracht in staat geweest om de noodzakelijke uitgaven zelf te financieren, zoals eerder gezegd, lonen, salarissen, subsidies, etc. We hebben opgesteld het meerjaren ontwikkelingsplan 2022-2026. Daar is ook een evaluatierapport, een statusrapport van de uitvoering van opgemaakt. Die gaan wij vandaag niet met u behandelen. Dat ga ik overlaten aan mijn opvolger en de directeur van het planbureau om dat samen met u te behandelen. Maar er is een status, een voortgangsrapport opgemaakt van het ontwikkelingsplan. En wij zijn direct ook opgestart met de schuldonderhandelingen nadat wij het IMF-programma, het Surinaams programma, ondersteund door IMF, zijn gaan uitvoeren. We komen straks terug bij de schuldherstructureringen, omdat ik heb aangegeven dat in ons herstelplan, in het macro-economisch raamwerk wat wij gebruiken om onze economie te herstructureren, een wezenlijk onderdeel daarvan is onze schuldherstructureringsprogramma, onze DSE, zoals we dat noemen. En dat betekent dat wij de schuldonderhandelingen moeten voeren met inachtneming van de parameters die in dat schuldherstructureringsprogramma staan. Dames en heren, u moet zich voorstellen dat wij een economie overgenomen hebben, compleet van de rails geraakt. Compleet, ik benadruk, compleet van de rails geraakt. En ik ga dat illustreren later, waarbij u ook moet meenemen dat wij een
economische neergang hebben gehad van rond de 16% in 2020. De economie hebben overgenomen terwijl we hebben moeten dealen met de COVID-pandemie. En dat heeft ook mede zijn oorzaak gehad tot die economische decline, die economische neergang. Maar niet slechts de COVID-pandemie. Een economische wanorde. Een economisch wanbeleid. COVID-pandemie. Daarbovenop hebben wij moeten dealen met weersomstandigheden die ons niet goed gezind zijn geweest. U kent de overstromingen waar wij ook aandacht aan hebben moeten schenken. En on top of that zijn wij ook geconfronteerd geworden met de gevolgen in de wereld van stijgende brandstofprijzen, stijgende vrachtprijzen, stijgende importinflatie, waar wij ook mee geconfronteerd zijn geworden. Dus wanneer ik alles in beschouwing neem, dan zeg ik, we took over a perfect storm. De vraag is of die perfect storm is gaan loeien. Wij hebben daarmee moeten dealen en we hebben maatregelen moeten nemen die niet altijd prettig zijn overgekomen. Maar dames en heren, stinkende wonden, zachte heelmeesters maken soms stinkende wonden. En wij hebben, ik besef, toffe maatregelen moeten nemen, naar de bevolking toe ook. Maar ik hoop dat de bevolking ons dat vergeeft, in het besef dat deze maatregelen voor de better zijn genomen om die economie weer op spoor te krijgen, omdat wij, als we dat niet hadden gedaan, dan zou het veel langer geduurd hebben dat wij pijn zouden lijden. Ik wilde dat gezegd hebben, omdat ik soms me afvraag of iedereen dat beseft. Maar goed, ik heb deze gelegenheid te baat genomen om dat te zeggen. Ik wil nu de gelegenheid nemen om u een beeld te geven van waar we staan in de uitvoering van het herstelplan. En ik wil daartoe mevrouw Iris Sandel de gelegenheid geven, omdat mevrouw Iris Sandel de voorzitter is die de uitvoering van het herstelplan monitort. Samen met een team. En Iris, ik zou nu jou de gelegenheid willen geven om aan te geven waar we staan met de uitvoering van het herstelplan. Dankjewel, minister. Goedemiddag, dames en heren. Mijn naam is Iris Sandel. Zoals de minister aangaf, en ik denk bij u allen bekend, is er een herstelplan met een looptijd van 2020 tot 2022, goedgekeurd in de DNA. Herstelplan zijn onderverdeeld in 6 componenten. Die ziet u op het scherm. Dat zijn de fiscale en monetaire maatregelen, de maatregelen met betrekking tot sociaal vangnet, stimulering van de productie, ondersteuning productie, versterking instituten en versterking sociale sector. Als we al de activiteiten onder deze componenten bij elkaar optellen, dan zouden we in totaal 184 maatregelen moeten hebben. U ziet dat bij 4.4 en 4.5, dat daar het aantal maatregelen is gegaan van 32 naar 29 en bij 4.5 van 35 naar 31. En dat komt omdat er daar een aantal dubbele activiteiten voorkwamen. Dus die hebben wij eruit gehaald, waardoor het herstelplan nu 177 maatregelen in totaal telt en niet zoals oorspronkelijk 184 maatregelen. Als we kijken naar, we hebben de analyse gemaakt
En een onderverdeling gemaakt naar de activiteiten in voorbereiding, in uitvoering en welke maatregelen en activiteiten reeds volledig voltooid zijn. U zult merken dat ik praat over activiteiten omdat er projecten voorkomen, maar maatregelen dat zijn ook gewoon tussentijdse maatregelen die moeten worden genomen, maar ook veel wetgeving komt hierin voor. Zeker onder 3.1 bij fiscale en monetaire maatregelen betreft het veelal de verantwoordelijkheid van het ministerie van Financiën en van de centrale bank. Daar komt heel veel wetgeving aan te pas. Maar er zijn onder andere, de minister noemde net al de aanpassing van de wet op de staatsschuld. Die komt onder andere in 3.1 voor. Die wet komt straks ook weer aan de orde bij mijn collega. Maar die wet is ondertussen reeds naar de staatsraad. En is dus in deze tabel, komt het dan voor onder het kolommetje in uitvoering. Zo zijn er nog een aantal andere, uiteraard een aantal andere maatregelen en activiteiten. Als we kijken naar het totaalplaatje, dan zien we dat onder andere bij de maatregelen betreffende het sociaal vangnet, dat die voor 85% voltooid zijn. En dat we daar nog twee maatregelen in uitvoering hebben. Omdat het maar twee zijn, ken ik die uit het hoofd. En die zijn onder andere armoedebestrijding via religieuze organisaties. Als het goed is, is er recent daar een persbericht over verschenen. We zijn met dat project gestart in juni. En dat is heel goed aangekomen en de mensen maken daar heel goed gebruik van. Ik moet wel aanvullen dat sinds het persbericht is verschenen, dat we heel veel aanvragen erbij hebben gehad. Maar dat we doen het voor de samenleving, dus daar wordt zeker met de beleidsmakers en met de minister verder over afgestemd hoe we dat kunnen continueren. Dat project loopt nu wel af in december. Maar natuurlijk, naar gelang de behoefte, wordt daar verder op ingespeeld. Het tweede project dat bijvoorbeeld nog in uitvoering is bij Sociaal Vangnet, is het project met betrekking tot de maatregel voor de subject-subsidie voor energie. Dat is iets nieuws voor Suriname, maar we zijn daar al mee gestart en die komt dus ook voor onder de uitvoering. Als we verder kijken naar de productiemaatregelen, dan ziet u bijvoorbeeld dat, en de andere maatregelen, dan zien we dat van alle overige maatregelen, meer dan 50% reeds in uitvoering is. En ik denk dat dat sowieso een goed teken is. Er zijn een aantal projecten nog in de voorbereiding. Maar ik denk wel dat we op de goede weg zijn. We kijken ook naar versterking van de sociale sector. Daar is soms ook de vraag, maar wat houdt dat precies in? En daar heb je onder andere ook bijvoorbeeld sociale woningbouw die daarin voorkomt. Kortom, het zijn allemaal versterking sociale sector, meer op lange termijn. Versterking instituten, daar moet u ook denken aan veel wetgeving. De minister heeft het net al gehad over corruptiebestrijding. Dat komt allemaal ook voor onder versterking instituten. Verder hebben we ook versterking instituten zoals onze Nationale Ontwikkelingsbank. En nog vele andere instituten komen daarin voor. We hebben dus ook gekeken naar maatregelen en activiteiten die doorgaan. De minister had het daar net reeds over. Omdat in het herstelplan zijn er zeker 36 projecten die doorlopen na 2022. En dat zijn veelal ontwikkelingsprojecten die gefinancierd worden door internationale financieringsinstellingen. Ik noem daarbij onder andere projecten met de Wereldbank. We noemen het Saramaka-kanaal project daarbij. We hebben het Bagger-project dat ook doorloopt. We hebben een aantal projecten van het ministerie van LVV in de agrarische sector in samenwerking met de IDB. Die allemaal ook een langere looptijd dan 2022 hebben. Dat zijn dus allemaal projecten, 36 in totaal en 20% van het geheel. Die allemaal in uitvoering zijn. Dus die projecten lopen allemaal heel goed. Minister, mag ik het hierbij laten? Is dat goed? Dank u. Dank u wel, Iris. Ik weet niet, ik heb begrepen dat het scherm niet goed leesbaar is. Dus misschien moet het richting wat beter. Maar laat me nog twee opmerkingen maken hierover. U ziet, u kunt constateren uit de sheet dat een heleboel projecten
of afgerond zijn, neem nou de fiscale en monetaire maatregelen. En het sociaal vangnet. Maar dat een heleboel ook in uitvoering zijn. Dus wanneer de conclusie getrokken wordt dat, zoals de vorige keer, slechts 17% van het herstelplan en nu waarschijnlijk slechts 18% van het 31% van het herstelplan uitgevoerd is geworden, dan vind ik dat een kort door de bocht conclusie. Ook medenemend het feit dat 36 van deze maatregelen doorlopen na het jaar 2022. En ik maak me geen illusie, daar ben ik ook eerlijk in. Sommige maatregelen zullen ook vertraagd gerealiseerd worden, maar ze worden wel uitgevoerd zoals dat gepland is. Dames en heren, dat is kort. De evaluatie, een statusrapport van de uitvoering van het herstelplan. Staat u me toe om nu de heer Eckhorst het woord te geven, zodat hij heeft het vaker gedaan, dus het zal misschien ook herhaling zijn, maar zodat hij u in een snel tempo kan vertellen waar we staan met het IMF-programma, met de uitvoering van het IMF-programma. Karel? Dank u wel, minister. Karel Eckhorst. We zijn, zoals de minister in zijn presentatie aangaf, het IMF-programma in december 2021, na goedkeuring door de executive board van het IMF. Tegelijkertijd zijn ook de andere boards van de andere IFI's in beeld gekomen. We hebben in, ik denk, april 2022 ook de eerste goedkeuring van een policy-based loan van de IDB gekregen binnen het kader van het IMF Extended Fund Facility. En bij het starten van het programma is ook afgesproken dat het programma kwartaalsgewijs wordt geëvalueerd. De eerste evaluatie, wat we noemen een review, vond plaats in maart 2022. We zijn door de evaluatie gekomen en u ziet de vier van de vele indicatoren, prestatieindicatoren waarnaar gekeken wordt bij de evaluatie. De primary balance, dat is simpelweg de lopende inkomsten van de overheid. Minus de lopende uitgaven van de overheid. Dat is een indicator die aangeeft hoe, in welke mate de overheid in staat is haar huishouden gebalanceerd uit te voeren. Wat we hebben afgesproken met het fonds is dat we proberen om bij dit saldo ervoor te zorgen dat er een positief saldo ontstaat, zodat we in staat zijn een buffer op te zetten om toekomstige schulden en toekomstige overheidsinvesteringen te kunnen plegen. Dus de primary balance review, die hebben we kunnen halen bij de eerste review. Als het gaat om de internationale reserves bij de centrale bank, hebben we die targets ook kunnen halen. Wat we vroeger de monetaire reserve noemen, dus de groei in de monetaire reserve is conform de afspraken gebeurd bij de eerste review. Dan hebben we wat minder nieuws gehad tijdens de eerste review, namelijk dat de groei van de binnenlandse kredieten, vooral richting de overheid, dat die niet in pas heeft gelopen met wat was afgesproken. Maar desalniettemin hebben we ervoor gezorgd dat er compenserende maatregelen zijn uitgevoerd die toch ervoor hebben gezorgd dat die verhoogde binnenlandse kredietverlening niet inflatoir heeft gewerkt, in elk geval niet in het eerste kwartaal van 2022.
Hetzelfde hebben we gehad bij social spending. Dat zijn de vier conventionele, ik noem ze conventionele instrumenten van sociale zaken. Dat zijn AOV, AKB, financiële bijstand van zwakke huishoudens en financiële bijstand van mensen met een beperking. U weet dat bij die target we spreken van een vloer. Dus de overheid moet daar een minimaal bedrag uitgeven. En we hebben dat minimum niet kunnen halen bij de eerste review. Maar door corrigerende maatregelen, vooral in de sfeer van capaciteit en in de operationele sfeer, denken we die wel te halen. Kijken naar de targets die zijn vastgesteld voor de tweede en de derde review, denken we die targets wel te halen voor de twee reviews, voor de twee resterende reviews. Voor wat betreft de condities die we hebben gehaald en die we nog moeten halen, dit is een heel kleine samenvatting. Zoals u weet is als voorloper naar de aanname van de wet op belasting toegevoegde waarde, allereerst de omzetbelasting naar het niveau gebracht, uniform naar het niveau gebracht van 12%. Daarna hebben we de goedkeuring gehad van de wet op belasting toegevoegde waarde, niet zo lang terug. Daarmee hebben we ook de laatste conditie voor wat betreft de tweede review voltooid. De afspraken met het IMF zijn dat we de twee reviews, de tweede en de derde review, samen doen. Dus er is geen mogelijkheid om tussentijds een review te doen. Het is steeds aan het eind van een kwartaal. Dus de tweede en de derde review zullen later in dit jaar samen plaatsvinden. We hebben de royalties op kleingoudmijnbouw verhoogd van 2,75% naar 4,5%. En per 15 oktober zal die verder verhoogd worden naar 5,5%. We zijn in het proces om de objectsubsidie op benzine af te bouwen. Natuurlijk is dat een zeer politiek gevoelige zaak. Je hebt natuurlijk te maken met de belangen van de samenleving, waar je als overheid toch wel voor waakt dat de koopkracht van de samenleving stabiel blijft. En je probeert te balanceren ook de overheidsfinanciën, waar de kosten oplopen voor wat betreft subsidies. En een meevaller is natuurlijk dat de internationale prijzen van benzine langzaam aan het afnemen zijn, aan het dalen zijn, waardoor de subsidies bij de overheid ook langzaam kunnen afnemen. Voor wat betreft de betaalachterstanden, de minister is daarop al eerder ingegaan, dat vandaag een conceptrapport daarover is gepresenteerd aan het ministerie en daarover zal verder gediscussieerd worden. Het publiceren van evaluatie van sociale bescherming, uitgaven voor wat betreft sociale bescherming en het sociaal vangnet, gaat voort. We hebben het als benchmark in het IMF-programma. En zoals het er nu uitziet, zullen we per 1 december deze benchmark ook hebben afgerond. De aanname van de nieuwe comptabiliteitswet door de Nationale Assemblée, dat is ook in voorbereiding. De wet is in concept af en die wordt binnenkort ook ingediend bij de Nationale Assemblée. Ik denk dat het voor wat betreft het IMF-traject, dat dit het was. En als er vragen zijn, dan hoor ik die straks. Dank u wel, Karel. Misschien kan ik nog verder. We hebben de tweede review geweest.
En we moeten dat aan de eind. Ik ga niet vertellen dat we alles prima gedaan hebben. Die tweede review hebben we gemist, omdat we zelf aangegeven hadden dat we per 1 juli 2022 de BTW zouden invoeren. En dat hebben we niet gerealiseerd. En ik ben daar open en eerlijk over. Dat hebben we onderschat. Op basis van een eerste assessment hebben wij die target gesteld. Is onze target geweest, niet van IMF. We hebben de lat voor onszelf vrij hoog gelegd. En we zijn het overeengekomen met IMF. Maar we hebben het niet kunnen realiseren. En we hebben het onderschat. We hebben vervolgens gezegd, luister, we gaan na evaluatie gaan we opnieuw programmeren. En zoals u weet is de wet inmiddels goedgekeurd. Daar komen we straks op terug over de BTW. En de implementatie wordt ter hand genomen. Dat is de enige reden waarom die tweede review is nu samengetrokken. Want we hadden ook kunnen zeggen, oké, we hebben nu die wet goedgekeurd gekregen, laten we die tweede review doen. Maar zoals Karel aangaf, zo werkt het niet bij IMF. Tussentijdse reviews vinden niet plaats. Dus tweede en derde worden nu samengetrokken. Dus dat wilde ik nog gezegd hebben. Ik ga nu even, want ik heb eerder aangegeven dat ik zou terugkomen op overheidsfinanciën. Waar we vandaan komen en waar we beland zijn. En ik ga even touchen ook een punt over het terugbrengen van subsidies in het programma. Ga ik nu ook even behandelen. U zult zien uit de staafdiagrammen vanaf 2018 waar we vandaan komen. En blauw is overheidsinkomsten. En groen is overheidsuitgaven. En u ziet dat tot en met het jaar 2020 die compleet uit disbalans zijn geweest. En die stippellijn daaronder geeft aan het verschil tussen die twee balken. Dus overheidsuitgaven zijn veel meer geweest dan overheidsuitkomsten. En het verschil is gefinancierd geworden, monetair, dan wel met leningen vanuit lokale en internationale instellingen. Dat is waar we vandaan komen. Ik hoop dat dit duidelijk is. Dit is een grafiek wat heel helder aangeeft waar we vandaan komen en waar we beland zijn. En u zult zien dat met de maatregelen die we genomen hebben in 2021, wij een positieve totaalrekening hebben gehad. U zult zien dat dat lijntje met die dots, met die stippels, in 2021 boven de nullijn uitkomt. Dat geeft de positieve trend aan. De overheidsinkomsten zijn meer dan de overheidsuitgaven. Vandaar dat die lijn boven de nullijn uitkomt. Maar u ziet vervolgens dat 2022 weer onder druk is komen te staan. We staan, terwijl we eigenlijk hadden moeten groeien verder boven de nullijn, zijn we weer op de nullijn terechtgekomen. En dat komt door bewuste keuzes die we gemaakt hebben. En die bewuste keuzes hebben alles te maken met bescherming van onze gemeenschap. De keus die we gemaakt hebben om brandstof te subsidiëren. De keus die we gemaakt hebben om te compenseren in de lonen en salarissen van ambtenaren. De keus die we gemaakt hebben om belastingvrije sommen te verhogen. En daardoor dus minder loonbelasting binnen te krijgen. Het zijn bewuste keuzes die we gemaakt hebben.
Omdat we hadden ervoor kunnen kiezen om, zoals men dat pleegt te zeggen, grensrijk een IMF-evaluatie te doorstaan en ondertussen ons volk 30 SRD of meer te laten betalen voor diesel en ander brandstof. We hebben anders gekozen. We hebben gezegd, wij kiezen voor het volk en waar we te repareren hebben en te heronderhandelen hebben met IMF, dat gaan we doen. En dan zullen we met IMF aan tafel zitten en zeggen, jongens luister, wij zijn niet alleen op de wereld, kijk maar om je heen. Grote landen, rijke landen, die subsidiëren ook. Ik heb een artikel gelezen eergisteren, ontvangen van de heer Karel Eckhorst, waar rijke landen biljoenen subsidiëren in brandstof om hun volk te beschermen. Waarom zouden wij dat niet mogen doen? Dat zijn keuzes die we gemaakt hebben. Maar die brandstofsubsidie is gebaseerd geworden op een filosofie. En die wil ik ook uitleggen. Wij hebben ingeschat dat de hoge wereldmarktprijs van brandstof van tijdelijke aard zal zijn. En die inschatting is gelukkig uitgekomen. Want u heeft kunnen constateren dat de wereldmarktprijs van brandstof gisteren, ik heb vandaag niet gecheckt wat het was, maar gisteren zelfs onder de 80 US per barrel is gedropt. Komende van zelfs boven de 130 US per barrel. Dus in onze inschatting, als het van tijdelijke aard is, dan zal die subsidie ook van tijdelijke aard zijn en zal het afgebouwd worden, wat dus ook het geval is. Maar waarom hebben we nog meer gekozen te subsidiëren en niet de marktprijs aan de pomp vast te stellen? Omdat dat ook inflatoren zou werken. U moet begrijpen dat als die marktprijs gehanteerd zou worden, dat prijzen van goederen en diensten, denkt u maar aan de transportsector, bustarieven, et cetera, ook aangepast zouden moeten worden. Maar gelooft u me, als de pompprijs naar beneden gaat, gaan die andere prijzen niet naar beneden. Dan zouden wij blijven hangen in die aangepaste verhoogde prijzen. Dat is de filosofie die erachter heeft gescholden om te zeggen, de wereldmarktprijs, die verhoogde prijs is van tijdelijke aard. Wij verwachten dat die weer gaat droppen, wat ook gelukkig het geval is geweest. Laten wij niet die inflatie aanwakkeren door de wereldmarktprijs te gebruiken en die subsidie niet te hebben. Want als die wereldmarktprijs naar beneden gaat, eenmaal gestegen prijzen gaan niet in dat tempo weer naar beneden. Dus het is een filosofie om het volk beschermd te hebben. En ik ben blij dat onze inschatting dat die brandstofprijzen naar beneden gedropt zijn, dat die ook uitgekomen zijn. Maar, dames en heren, de cijfers tot en met van 2022 zijn cijfers tot en met de zevende maand, juli. En u ziet dat wij nog niet onder de nullijn gelukkig zijn terechtgekomen. En wij nemen correctieve maatregelen, zodat wij weer die positieve groei boven de nullijn kunnen inzetten. En de maatregelen zoals wij die besproken hebben, uitgewerkt hebben en gaan bespreken. En dat noemt men onderhandelen met, heronderhandelen met IMF. Gaan bespreken met IMF. Gaan moeten maken dat wij die positieve trend in de komende maanden in 2022 weer gaan inzetten. En laat me ook reageren op een uitspraak
waarvan ik zeg, ook die is kort door de bocht. Heronderhandelen met IMF is een internationale blamage, heb ik gehoord. Kennelijk is men niet op de hoogte van hoe het in de wereld toegaat als je IMF-programma uitvoert. Want ik noem Jamaica heeft 8 IMF-programma's uitgevoerd, heeft misschien 16 keer met IMF heronderhandeld. Barbados, die zo succesvol is geweest met de uitvoering van een IMF-programma, heeft verschillende keren moeten onderhandelen over bijstelling van het programma. En u weet dat Barbados nu ook verlenging van het programma heeft aangevraagd. Dus ik weet niet of het een internationale blamage is. Maar goed, meningen mogen verschillen. En ik respecteer elke mening. Maar ik heb ook het recht om meningen te weerleggen. En dat doe ik bij deze. En ik hoop dat men sportief genoeg is dat als men kritiek levert, men ook bereid is kritiek te aanvaarden. Dames en heren, u ziet, we hebben hier, ik ga dat niet allemaal voorlezen, maar we hebben dus genoemde maatregelen in die eerdere slide die we ingezet hebben. En ook de sociale maatregelen die we ingezet hebben. En dan heb ik ook een heleboel gehoord over monetaire financiering. Zelfs uw collega's die daar een pagina vol aan wijd, en ik ga het blad noemen in de ware tijd, dat er sprake is van monetaire financiering. En zelfs nieuw schatkistpapier wordt uitgegeven. Dat er nieuwe leningen bij de bank en de Hakerinbank is met name genoemd. U kent dat artikel, ik vertel u geen nieuws. Nieuwe leningen zijn getrokken bij banken. Niets is minder waar. Er is absoluut niet monetair gefinancierd door deze minister. Behalve, laat me dat ook direct duidelijk stellen, behalve de twee trekkingen van elk 250 miljoen voor het COVID-fonds. En die trekkingen zijn geweest in 2020 en 2021. Totaal 500 miljoen besteed voor het COVID-fonds. Er is niet monetair gefinancierd voor consumptieve bestedingen. Er is absoluut niet monetair gefinancierd. En u kunt dat aflezen uit deze sheet, waarbij u ziet hoe de overheidsontvangsten en uitgaven zich ontwikkeld hebben, hoe de primaire rekening zich ontwikkeld heeft, hoe de totale rekening zich ontwikkeld heeft. En u kunt zien dat onderin wat er staat, hoe de financiering is geweest, waarvan centrale bank vorderingen op de overheid nul. COVID-fonds wordt genoemd, die 250 miljoen in 2021 en overige nul. Ik hoop dat dit plaatje alle insinuaties, en bijna wil ik het noemen nonsens, maar ik heb het niet genoemd, over monetaire financiering weerlegt. En als ik iets vertel wat niet correct is, dan zijn de mensen hier aan tafel om mij te corrigeren. Dames en heren. Laat mij snel doorgaan, want ik had gezegd een uurtje, maar ik zie dat ik precies een uur volsproken heb, maar we hebben nog een half uur nodig, denk ik. Ik hoop dat u met mij blijft om nog even te luisteren. Laat mij snel aangeven hoe overheidsfinanciën zich ontwikkeld hebben in 2022, van januari tot en met september. De blauwe balk is wat wij begroot hebben aan ontvangsten. De groene balk is wat wij getarget hebben tot en met september binnen te halen aan ontvangsten. En de oranje balk is wat wij gerealiseerd hebben. En we lopen achter. U ziet dat de oranje balk steeds minder is dan de groene balk.
Maar als u de groene balk vergelijkt met de blauwe balk en de resterende maanden in 2022, met de maatregelen die we gaan inzetten, dan ben ik ervan overtuigd dat we die blauwe balk gaan realiseren. Uiteindelijk aan het eind van het jaar, wanneer de evaluatie gemaakt wordt, dat we aan de inkomstenzijde die blauwe balk gaan realiseren. En u ziet drie groepen, directe belastingen, indirecte belastingen en niet belastingmiddelen. Maar ik wil even stilstaan bij de uitgaven. Dat is de tweede grafiek. U ziet dat bij de personeelsuitgaven de oranje balk meer is dan de groene. En dat is precies waar ik het eerder over had. Wij hebben gezegd, wij gaan compenseren. En die compensatie, u weet dat we 25%, 17% om 8% hebben gegeven. Dus meer dan 25%, want die 8% is ook op die 17% gegeven na incorporatie van koopkrachtversterking en koerscompensatie. Dus we hebben bewust, we zijn ons bewust ervan dat we in de loonsfeer meer gecompenseerd hebben, meer gegeven hebben dan we hadden moeten doen, dan we zelf getarget hadden. Maar dat gaan we corrigeren in de inkomstensfeer. Maar we hebben bezuinigd. We hebben bezuinigd in goederen en diensten. Dus waar de kritieken zijn dat we maar uitgeven in het wilde weg, deze grafiek wil weg dat. Want u zult zien dat de oranje balk substantieel lager, zelfs de helft is van die groene balk bij goederen en diensten. We zijn prudent geweest wat dat betreft. Bij subsidies, in de brandstofsfeer hebben we meer gegeven. Dan nog hebben we minder uitgegeven dan we getarget hadden. U ziet dat die oranje balk bij subsidies en transfers lager is dan die groene balk. Bij rente zitten we lager, maar dat komt omdat we in een standstill staan. Daar gaat nog een inhaalproces in volgen. En bij CAPEX, dat zijn investeringen van de overheid, zitten we min of meer op wat we zelf getarget hadden. En als we zo doorgaan, gaan we niet boven de begroting uitkomen. Dit zijn belangrijke statistieken om aan te geven hoe overheidsfinanciën zich ontwikkeld hebben, dames en heren. Een ander statistiek is waar de heer Karel Eckhorst het eerder over heeft gehad. De primary balance. De targets die we afgesproken hebben met het IMF is 1,7% van GDP. Komende op eind van het jaar een bedrag van 1,3 miljard. Dus 1 miljard 326 miljoen. Dat is het één bedrag aan het eind van de blauwe streep die u daar ziet. En de andere streep geeft aan de realisatie. En u zult zien dat we onder de target zitten. Maar dit is ook een punt van renegotiation met het IMF. Wat we op tafel hebben liggen waar we met IMF gaan praten. U ziet dat we in september een target hadden van 994 miljoen te realiseren. We zitten nu, terwijl september nog niet afgelopen is. Ik dacht Tine, op 23 september zitten we op een realisatie van 742 miljoen. We hebben nog een gap te overbridgen van ongeveer 250 miljoen. Dat zal minder worden, omdat we nog een week van september te gaan hebben. We hebben alle grote uitgaven al gedaan. Ik weet niet of u het geconstateerd heeft dat de salarissen op 23 september al betaald zijn geworden. En de mensen de gelegenheid hebben gehad om hun
schoolinkopen te doen, redelijk op tijd. Nu komen de inkomsten, dus de uitgaven zijn grotendeels geweest. De inkomsten van de laatste week van september gaan nog komen. Dus die gap van 250 miljoen gaat lager worden. Maar met de maatregelen die we gaan inzetten. En we hebben gisteren uitvoerig een cashflow statement voor het komend jaar besproken. En ik heb allemaal mensen gezegd, niet te optimistisch. Want de uitkomsten zijn optimistisch. Laten we prudent zijn, laten we voorzichtig zijn. Laten we straks zeggen dat we die targets meer dan gehaald hebben. Maar laten we prudent zijn en we gaan die targets halen. Omdat ik ervan overtuigd ben dat die cashflow projectie realistisch is. We hebben zelfs gecorrigeerd. Realistisch, prudent. En met de inzet van mijn mensen ben ik ervan overtuigd. En ook al ben ik weg, ze blijven mijn mensen. Ben ik ervan overtuigd dat we die targets gaan halen. Dus ik presenteer dit om u aan te geven waar we staan. Wat we gaan heronderhandelen. Maar wat we ook aan het doen zijn om te realiseren. De tweede grafiek ga ik niet te lang bij stilstaan. Dat zijn de targets voor het sociaal programma. En u ziet dat we boven de targets uitkomen. Dus dat is goed. Dames en heren, voordat ik het woord geef aan de directeur van de belastingen om u snel te geleiden door de ontwikkelingen bij de belastingdienst, wil ik nog even stilstaan bij de totale belastinginkomsten in relatie tot de GDP, het bruto nationaal product. Vanaf 2017 was het gemiddeld 13,4%. In 2021 is dat 20,7%. En dat is een goede trend. En als we vergelijken met de regio, dan zit de regio tussen rond de 22% en de OECD-landen zitten rond de 18,2%. Dus we hebben een goede trend ingezet, dames en heren. De OECD-landen zitten op 34%. Afrika zit ongeveer op 18% als target. Dit gezegd hebbende wil ik de directeur van de belastingen vragen om u in een rap tempo te geleiden door de ontwikkelingen bij de belastingdienst. Directeur. Dank u wel, minister. Wat hebben we? U ziet de realisatie in 2021. Dat is dus die sheet die net door de minister is behandeld. Dat we dus die 20% tax-to-GDP hebben gerealiseerd. Dat hebben we gerealiseerd door onder andere een aantal maatregelen te treffen. Denkt u bijvoorbeeld aan verhogen van de inningscapaciteit. Inningsmaatregelen zijn getroffen. We hebben de invoering van de solidariteitsheffing. Heeft er ook toen geleid tot dat we iets meer hebben binnengekregen. Daarnaast aanpassing van de tarieven van de omzetbelasting. Maar verder zijn er ook andere maatregelen genomen. Ik ga niet uitgebreid ingaan op de maatregelen, maar ik noem maar een paar. Het installeren van diverse scans op de luchthaven en de nieuwe haven, ondertekening van een MOU met het Openbaar Ministerie om toch de pakkans te vergroten bij een aantal speciale belastingdelicten. Verder hebben we ook nog acties ondernomen met betrekking tot de houtexport. U kent het verhaal van 100 containers en anderen. We hebben verder aan de andere kant ook nog de koerscompensatie verhoogd van 100 naar 800 per maand. Verhoging van de belastingvrije som, verhoging van de vrijstelling van vakantieuitkering. Dus u ziet aan de ene kant hebben we heel veel maatregelen getroffen om de inkomsten te verhogen. Aan de andere kant hebben we toch
ook maatregelen genomen om zeg maar, een groot deel van de samenleving, met name in de belastingssfeer, te ontzien, tegemoet te komen. Denkt u ook bijvoorbeeld aan de invoerrechtenvrijstelling, of zeg maar, het importeren van laptops en dergelijke zonder invoerrechten te hoeven te betalen? Verbetering van het investeringsklimaat, denkt u aan de wet, wijziging van de wet op de accijns op de kleine brouwers, waardoor we meer kunnen produceren en de productie een, zeg maar een stimulans geven. U moet zich herinneren, terug, even snel terug naar het aantreden van de regering. Toen is er gezegd dat het hele systeem zal worden overhaald. Het hele belastingssysteem. Dat zijn woorden van de minister van toen, een overhaul van het totale systeem. Zowel op wetgevingsgebied als ook op het gebied van zeg maar, de uitvoering. Maar de uitvoering hebben we dus te maken gehad met infrastructuur, huisvesting, human resources, maar ook tools die we hebben ingenomen, ingezet om zeg maar, het belastinggebeuren makkelijker te maken. Nou, dat is het totale plaatje waarover de reform, de overhaul plaatsvindt. En om heel snel te focussen op de activiteiten die nu plaatsvinden, is de ICT is een van de belangrijke, dat staat in, bovenaan. Daar hebben we twee belangrijke systemen aan het, zijn we aan het invoeren, de Multitax Solution van Bearing Point. En we hebben ook nog de Asicura die we gaan upgraden om zodoende zeg maar, de dienstverlening te optimaliseren, pakkans te vergroten, etc. Daarnaast hebben we, is ook reeds in gang gezet, het is echt in uitvoering, het renoveren van het oud ambassadegebouw, daar moet de Belastingdienst komen. Het gebouw, de douane, het douanegebouw, moet worden opgeleverd. Recent zijn er hele veel berichten daarover verschenen in de kranten of in de pers. Maar een van de belangrijke, echt heel belangrijke activiteit of target, zeg maar, belangrijke transformatie-element, is het omzetten van de organisatie vanuit een overheids organisatie naar een semi-autonome dienst, een belastingautoriteit. Daar zijn we heel erg ver gevorderd. We hebben al een wetgeving klaargemaakt, die is al gestuurd naar de Staatsraad en de DNA. Maar daarnaast hebben we ook al een internationaal bedrijf ingehuurd om ons in het proces te begeleiden. Als het goed is, tekenen we deze week zeg maar een overeenkomst om de Belastingdienst echt te verzelfstandigen. En waarom doen we dat? Dat doen we omdat wij de dienst heel stevig willen maken, kwaliteit willen binnenhalen en kwaliteit willen behouden, maar ook het personeel en alle omstandigheden daaromheen goed willen op een hoger niveau willen brengen. Oké, dat in het kort. Dan hebben we de volgende slide. Is, we praten niet alleen maar over het capaciteit opbouw, we hebben het ook gerealiseerd. We hebben een overeenkomst met de ADEC, samen, die dan doorloopt naar de Universiteit van Curaçao. Daar hebben we een aantal mensen plaatsen gereserveerd om ambtenaren, belastingmedewerkers op te leiden tot fiscalisten. En er, op dit moment, we hebben een groep van 15 moeten we hebben en die zullen in januari beginnen. Het is een lang proces geweest, maar uiteindelijk hebben we het zover gekregen. Verder, wetgeving, op het gebied van wetgeving hebben we al klaargemaakt. Die is die wetten, de BTW is al eerder genoemd, die wet is al aangenomen. Daarvoor hebben we ook een aantal andere kleine, ingrepen gedaan in de belastingwetgeving. Maar belangrijk wat er aankomt is een nieuwe douanewet. Dat is ook al af in draf. We
We hebben de algemene wet belastingen, dat zijn dus de rechten en de plichten van de burgers, maar ook wat de overheid mag doen en hoe de overheid zich moet gedragen tegenover de burger. Dat is die algemene wet belastingen, die is ook al af en het is bij stakeholders voor commentaar. Invorderingswet, een invorderingswet van 18 zoveel gaan we nu eindelijk vervangen met een nieuwe, die wet is ook al af, ook in de pijplijn. Kostenwet, inkomstenbelasting en loonbelasting gaan we binnenkort ook aanpakken, omdat we hebben afgesproken dat wanneer we de BTW invoeren, dat de schijven ook zullen worden aangepast. Dan hebben we nog vermogensbelasting, die is voor 2024 op de agenda. Accijnswetten worden aangepast, dus bijvoorbeeld nu betaal je accijns op water, dat halen we binnenkort ervan af, wordt er geen accijnsbelasting, zeg maar, verbruiksbelasting erop zit. Verder hebben we, heel belangrijk, wijziging van de petroleumwet. Die wet is zo goed als af en als het goed is willen we het eind november aangenomen hebben. Maar veel belangrijk is die fiscale wet, fiscale juridictie. Wat houdt dat in? We hebben ons grondgebied en daar mogen we belasting heffen in ons grondgebied, maar ook de uitbreiding van onze economische zone, waar die offshore activiteiten plaatsvinden, daar moeten we ook onze belasting kunnen heffen. En deze wet gaat ons helpen om ook daar belasting te heffen. Dan hebben we wet op belastingrechtspraak, die is ook al afzit bij het Hof van Justitie. Dat zijn regels zodat de burger niet alleen maar ook rechten heeft en als ze hun rechten, als ze het gevoel hebben dat hun rechten niet worden eerbiedigd, dan kunnen ze zo naar de rechter stappen. En dan hebben we wet financiële fraudedienst, die wet is ook zo goed als, is al af. Verder vrijstellingsbeleid gaan we evalueren, daar is een rapport al voor verschenen. Dit alles is al klaargelegd, eigenlijk is het een kwestie van uitvoeren. Dan hebben we last but not least, je hebt mooie wetten, je hebt een mooi gebouw, je hebt goede personeel, dan moet je je focussen op, maar hoe ga je ermee om, hoe ga je die wetten handhaven. Daar hebben we beleidsstrategie voor ontwikkeld en dan gaan we onze klanten, we praten bewust over onze klanten, gaan we op een bepaalde manier behandelen. We gaan ze segmenteren in groot, middelgroot en klein en individuen. En we gaan bepaalde sectoren ook highlighten, bijvoorbeeld gas en olie. Speciale teams daarvoor, met speciale deskundigheid. En dat doen we niet alleen, we doen dat samen met ondersteuning van buitenland, Macandra Nederland. We doen dat ook met ondersteuning van de IDB, IMF en Kartag, heel belangrijke speler. En zelf hebben we een heleboel deskundigen ingehuurd om dat te realiseren. Dat is het wat mij betreft in het kort. Dank je wel, meneer Kagekan. Ik wil meteen doorgaan met mevrouw Dwarkasien de gelegenheid te geven om u te vertellen waar we staan met onze schulden, staatsschulden. Dank u wel, en daarop even ingaan om toch wel de ontwikkeling van de staatsschuld heel kort aan u te belichten. Als u kijkt naar de eerste grafiek, dat is de effectieve staatsschuld. Dat is eigenlijk, dit is de schuld zoals het nu is en ik heb het in US dollar geplaatst zodat u dat ook beter kunt beoordelen wat de waarde is. En als u kijkt naar de eerste grafiek ziet u dus dat de staatsschuld in 2020 het hoogst was in de periode 2018 tot en met 2022 en het was 2,3 miljard US dollars. En daarna neemt het langzaam af. Maar u ziet ook, het is onderverdeeld naar binnen- en de buitenlandse schuld, dat de binnenlandse schuld in de daaropvolgende jaren ook kleiner is geworden. En waarom is het kleiner geworden? Omdat die wisselkoers is gaan stijgen, want dit is de schuld in de US dollars. Dus dat is eigenlijk de ontwikkeling,
qua staatsschuld is het nog steeds, hebben we nog steeds een hele grote schuldenprobleem. En dat moet worden opgelost. En kijkt u naar de tweede grafiek, dan ziet u de schuldenlastbetalingen. Wat hebben we betaald op staatsschuld? Ziet u ook dat in de afgelopen jaren de schuldenlast is afgenomen, dus wat we daadwerkelijk betaald hebben. En in het afgelopen jaar hebben we om en bij $200 miljoen betaald aan interest en aflossingen op de staatsschuld. En tot en met juli is het bedrag aan aflossingen en interest om en bij $105 miljoen. En kijken we naar de trekkingen, ziet u dus vooral in het jaar 2000 dat er een hele hoge balk is. En dat heeft wat betrekking op de binnenlandse schuld. Omdat in dat jaar, in april, we een hele hoge schuld zijn aangegaan bij de centrale bank van 8,4 miljard. En in de daaropvolgende jaren zie je dus dat de trekkingen minimaal zijn. En dit past allemaal ook in het programma van het IMF om die schulden onder controle te brengen. Gaan we naar de volgende slide. Dan ziet u dus daar de schuld-BBP-ratio's. Volgens onze wet is er een obligo-plafond, er is een schuldplafond. En de wet zegt 60%. We zijn al lang erboven. En we moeten dus teruggaan naar die 60%. Op dit moment is de ratio volgens de wettelijke schulddefinitie op 116%. Nou, de minister had het ook erover dat de achterstallige betalingen aan leveranciers ook nog in kaart worden gebracht. En deze achterstallige betalingen zijn op dit moment niet in het schuldcijfer. Dus wanneer die in kaart zijn gebracht, gaat u zien dat onze staatsschuld, vooral de binnenlandse schuld, ook enorm omhoog zal gaan. Omdat het dan meegenomen zal worden in de statistieken. Kunnen we even naar de volgende slide gaan? Nou, ik wil even een beeld geven van de nieuwe schulden die zijn aangegaan in het jaar 2000 tot en met 2022. En in de afgelopen jaren ook, vooral omdat we wisten dat we een herstructureringproces op gang moeten brengen, omdat we onze schulden niet meer kunnen betalen, zijn er dus minimale schulden aangegaan. Als je goed kijkt, gaat het eigenlijk bij de buitenlandse schuld alleen maar om schulden bij multilaterale organisaties. En dat is ook wat er gebeurd is. Dit jaar zijn er bij de multilaterale organisaties om en bij $155 miljoen aan nieuwe schuld aangegaan. En bij de binnenlandse schuld heeft men geprobeerd om deze zoveel mogelijk af te bouwen. En dit jaar zijn we dus bij de binnenlandse schuld, zijn we geen enkele nieuwe binnenlandse schulden, zijn we aangegaan om onze tekorten te financieren. Dus er is geen nieuw schatkispapier uitgegeven dit jaar. Dus dat zijn de nieuwe schulden die zijn aangegaan. En dan wil ik het toch ook hebben over het herstructureringstraject. Nou, de belangrijkste ontwikkelingen op dit gebied, op dit moment voor staatsschuld, is om die schuld weer duurzaam te maken, zodat we het kunnen betalen. En we zijn al begonnen in 2021. Zijn al een belangrijke binnenlandse schulden geherstructureerd. Het ging dan vooral om schulden van de leverancierskredieten. En schulden bij de algemene banken. Het traject was toen al ingezet. Nou, herstructurering is een zeer moeizaam proces. Ik ben dit jaar, mocht ik dan een bijdrage leveren vanaf dit jaar. En ik moet zeggen dat het heel moeizaam gaat. Maar desondanks hebben we toch dit jaar bij de buitenlandse schuld. Is het ons geluk om de bilaterale schulden binnen de Paris Club te herstructureren. En dan ging het om een schuld van om en bij $100 miljoen. En het gaat om schulden die we verschuldigd zijn aan Nederland, Israël, Italië en Zweden, die we hebben geherstructureerd. Maar de grootste schulden die nog geherstructureerd moeten worden bij de buitenlandse crediteuren, die zijn natuurlijk de kapitaalmarktcrediteuren. Daar praten we echt om een schuld van $625 miljoen, maar die schuld blijft groeien vanwege de achterstallige betalingen. Maar ook China is een belangrijke crediteur,
en India, waarmee we nog moeten herschikken. En we zijn nog steeds in het proces van gesprekken voeren om te komen tot de overeenkomst. Een andere belangrijke ontwikkeling dat we bezig zijn aan te pakken, we zien dus ook dat ook dit jaar de achterstanden op de schuld van de centrale bank zijn gaan oplopen. En we zijn op dit moment in gesprek met de centrale bank om ook de schulden aan de centrale bank te herstructureren. En als dat gebeurd is, we hopen dus dat dit jaar nog we een overeenkomst met de centrale bank kunnen aangaan. Dan zullen we dus die achterstallige betalingen dan niet meer terugzien in onze stand van de schuld. Verder zijn we ook nog van plan om in het laatste kwartaal van dit jaar achterstanden op schatkispapier in te lopen. In het afgelopen jaar zijn ook de achterstanden daar opgelopen. En binnenkort zullen we onze crediteuren aanschrijven om ze dus ook op de hoogte te houden van welke schatkispapier we dit jaar volledig gaan afwikkelen en hoe we dan ook het traject het volgend jaar zullen inzetten om ook daar de achterstanden weg te werken. En de minister had het ook erover dat we bezig zijn om de wet op de staatsschuld aan te passen. Een belangrijke aanpassing bij de wet op de staatsschuld is om die schulddefinitie in lijn te brengen met internationale standaarden. Want we hebben een wettelijke schulddefinitie die niet helemaal in lijn is met internationale standaarden en dat zorgt voor heel wat verwarring. Dus in de aanpassing wordt de definitie goed geformuleerd. Het obligoplafond, we zijn er al ver boven. En als we dus ook de leverancierskredieten in kaart hebben gebracht en dat zetten in staatsschuld, zullen we er nog meer boven zijn. Maar in het traject van het IMF en hun DSE heeft dus ook aangetoond dat we om en bijna 13 jaar pas beneden die 60% zullen komen. Dus we zullen nog we hebben dus dat ook opgenomen in de aanpassing van de wet op de staatsschuld, dat er een transitieperiode nodig is om weer het obligoplafond te realiseren en weer eronder te zijn. En dat zijn eigenlijk de belangrijke ontwikkelingen op het gebied van staatsschuld. Minister, dank u wel. Dank u wel, mevrouw Zwartkassen. Ik wil nog één ding zeggen die ik wel belangrijk genoeg had over de aanpassing van de staatsschuld. En dat is dat we ook een aantal zaken opgenomen hebben om de autonomie van het bureau staatsschuld te versterken. Waarbij de minister van Financiën niet zomaar instructies kan geven aan het bureau staatsschuld om zaken anders te presenteren dan de werkelijkheid. Dus dat zijn zaken die ook opgenomen zijn in de nieuwe wet. Laat mij snel doorgaan bij een aantal zaken. Een aantal sheets hebben wij al behandeld. We hebben aangegeven de hervorming van de Belastingdienst, de semi-autonome autoriteit van de Belastingdienst. We zijn ook bezig bij de douane. U weet dat er een commissie is ingesteld. De directeur van de belastingen heeft het al gehad over een aantal wetten die al in draft zijn, dan wel al doorgestuurd zijn naar de staatsraad. Dus ik kan hier vrij snel over gaan. BTW hebben we het ook al over gehad. Dus die sheet kan ik ook overslaan. Dan komen we bij een aantal wetgevingsproducten. En ik wil de directeur vragen, meneer Parohi, om daar snel het een en ander over te vertellen wat de status is van die wetgevingsproducten. En dan kom ik tot een afsluiting. En er zijn reeds voorstellen daartoe en die zullen binnenkort ook richting DNA gaan. Belastingwetgeving, daar is de heer Kalaikhan reeds uitvoerig ingegaan. Er zijn bijzonder wat belangrijke wetgevingsproducten die binnenkort ook aangepakt dienen te worden.
Een bestaande wetgeving is Spaar- en Stabilisatiefonds van 2017. Deze wet is onder review geweest intern op financiën samen met wat stakeholders en ook in samenwerking met de IDB. Deze wet behoeft aanpassing en de aanpassing is meer gebaseerd om de inkomsten uit de exploitatie van de natuurlijke behulpbronnen veilig te stellen voor toekomstige generaties. Ik zal snel verder gaan met de investeringswet. Er is een bestaande investeringswet, maar er moet een nieuwe komen die het systeem, met zodanig systeem dat krachtig influencer wordt gegeven voor de groei van de economische sector, Surinaamse economie. En dan kan ik ook een samenhang hierbij aangeven dat deze wetsproducten in samenhang met een andere wetgeving wordt voorbereid. Dat is de wet local content. En deze twee zullen samen ook een verband houden. Er zijn wat wetgevingsproducten die productiegerelateerd zijn. En dat zijn de NOVA-wet en wet productiekredietfonds. De NOVA-wet is reeds al goedgekeurd en al een launch geweest van het bestuur en reeds in uitvoering. Wet productiekredietfonds, die is nu bij DNA in behandeling, zodat dat ook in werking treedt, heb je ook een impulsel voor de productiesector. De wet op de staatsschuld is reeds aan de orde geweest door mevrouw Dwarkasing. En deze wet, er is een aanpassingswet, dus een wijzigingswet, die richting staatsraad nu is gegaan en die behoeft een wijziging om het bureau naar internationale standaarden te laten zijn en ook nog de registratie van, laten we zeggen, leningen ook een correcte, eenduidige format te geven. Er is een hele lijst die van wetgevingsproducten met de status in welke fase zij verkeren. Laten we zeggen dat deze wetlijst niet volledig is. In het kader van het NRA-traject worden ook wetgevingsproducten tezamen met de centrale bank opgesteld. En die zijn nog niet op deze lijst. Ik denk dat ik heel kort hierbij hou. Dan, ik heb een presentje voor u aan het eind. En dat is dat u de presentatie in haar kopie meekrijgt. Dus wat u niet heeft kunnen lezen, dat kan u op papier straks lezen. Omdat er een hele lijst van wetten zijn genoemd. En gelukkig is de directeur niet wet voor wet heeft die behandeld. Anders waren we om 6 uur hier nog. Nee, was u dat niet meer? Nee. Tot slot, dames en heren, wens ik toch nog even stil te staan bij 2 zaken. De begroting die is opgesteld. En ik doe dat omdat ik feedback wil geven op commentaren die ik hoor. Ik luister ook naar kritieken en commentaren en we nemen de goede dingen mee. Maar wanneer commentaren niet helemaal correct zijn, dan voel ik me verplicht om ook mijn visie daarover te geven. En dan mag u uitmaken of mijn visie correct is of niet correct is. Ja, de begroting is opgesteld en ik heb ook commentaren gehoord over het begrotingstekort en over de trekkingen dat we mensen voor de gek houden, want die trekkingen zijn fors. Die trekkingen zijn fors, maar dan moet je ook nagaan waar die trekkingen vandaan komen, maar ook waar met name ze voor besteed worden. He? En ik wil slechts 2 dingen toelichten. Als u kijkt naar de sheet, dan zult u zien dat de trekkingen inderdaad zijn toegenomen, punt 10, in de ontwerpbegroting, toegenomen ten opzichte van het jaar daarvoor. Maar kijk, even aflossingen. Die zijn ook nog forser toegenomen. En daar zit, en dat behoeft enige toelichting, en ik neem het mensen niet altijd kwalijk, maar van sommige mensen verwacht ik wel dat ze vanwege hun achtergrond een gedegen analyse maken voordat ze tot uitspraken komen. We gaan geld van IDB krijgen. U moet kijken naar de posten interest, aflossingen en trekkingen.
Die drie posten wil ik even snel behandelen, want de uitgebreidere behandeling gaat in het parlement plaatsvinden. Maar die posten hebben een relatie met elkaar. Dan wil ik naar de volgende sheet. Omdat de trekkingen, we hebben een lijst geproduceerd van waar die trekkingen vandaan komen. Trekkingen zijn leningen. Hè? En u zult zien dat het praktisch allemaal van IFI's komen en het gaat om concessional loans. Laag rentedragende leningen tegen goede condities. En de grootste post heb ik gehighlight, dat is van IDB. En waar gaat dit aan besteed worden? Mevrouw Dwarkasing heeft al aangegeven dat wij bezig zijn met... U weet dat er een geconsolideerde staatsschuld is van ongeveer 10 miljard. Dat we bezig zijn met herstructurering van de staatsschuld, maar ook aflossing daarvan. En als we de ene schuld, een dure schuld, kunnen transfereren met een goedkopere lening en daarmee de internationale reserve kunnen opboosten, een stukje stabiliteit kunnen creëren, de centrale bank kunnen versterken, dan zou het onverstandig zijn om dat na te laten. Dus het gaat erom, waar dienen deze trekkingen voor? En het grootste deel van de trekkingen bij IDB zullen aangewend worden om de schuld bij de centrale bank te herstructureren en deels af te lossen en de rente te betalen. En u ziet dat de volgende tweede post de trekkingen zijn bij IMF. Ik kan u aangeven, dames en heren, dat ik ook heb gehoord van ja, we zijn in problemen omdat er geen IMF tranche gekomen is, de tweede tranche of de derde tranche. Ik heb nog geld over van de eerste tranche. Dus wat voor problemen. We hebben onze broek kunnen ophouden zonder echt IMF geld te gebruiken. We hebben van de 70 miljoen nog meer dan 40 miljoen over. Dus laten we, wanneer we analyses maken, analyses goed maken en de gemeenschap van de zuivere informatie voorzien. En dan nu echt tot slot, dames en heren, wil ik u een overzicht presenteren van documenten en rapporten die er zijn. Ik heb gezegd, ik wil elk jaar een verslag doen van de prestaties op het ministerie. Wat hebben we gedaan, wat hebben we bereikt, maar wat hebben we ook niet bereikt. We hebben dus daarom het beleidsverslag 2020 en 2021 opgesteld. En die liggen hier. Als u die in wil kijken. En die zijn allemaal op de website. 2021, hebben we die al op de website, Tina? Want die gaat deze week op de website, want het is vandaag, gisteren gefinaliseerd. 2022 is nog niet om, dus dat zal in 2023 opgesteld worden. We hebben samengesteld het financieel jaarplan en het meerjarenontwikkelingsplan, daar ga ik het niet over hebben. We hebben ook een beleidsverslag 2022 opgesteld. Vroeg in het jaar 2022, waarin we afgesproken hebben wat we gaan doen in 2022. Dit is opgesteld in februari. Wat gaan we uitvoeren in 2022? Waar liggen onze prioriteiten? En dit is wat wij vandaag met u behandeld hebben. En als u dit verslag pakt, is ook op de website, en recht tegenover de presentatie kunt u zelf zien wat we van dit verslag gerealiseerd hebben. We hebben daarnaast het staatsschuldenplan opgesteld. 2022 en 2023 de begrotingsstrategie. Die gaan mee in de koffer morgen naast de ontwerpbegroting. We hebben een beleidsdocument opgesteld, waarin we
een aantal zaken genoemd hebben waar al aan gewerkt wordt, maar nog gefinaliseerd moet worden. En dit beleidsdocument, dames en heren, is goedgekeurd in de regeringsraadsvergadering van 8 september. En in dit beleidsdocument staat aangegeven, ik zie een typo hier, staat aangegeven waar het ministerie zich mee bezighoudt en wil realiseren. Ik heb genoemd de startnota naar transparant bestuur, beleidsnota transparant bestuur. Ik wil ook noemen het beleidsnotitie actieplan staatsbedrijven. Dit is naar de president gestuurd. Ik heb vrij vroeg in dit jaar een commissie samengesteld. Ambtenaren alleen. Mensen die hun sporen verdiend hebben in de gemeenschap. En ik ga een paar namen noemen hoor. Die staan in het rapport. Meneer Jim Boussait. Meneer Glenn Gersie. Anderen die allemaal genoemd zijn hierin. En die commissie heeft onder voorzitterschap gestaan van de heer Wirin Ajodhya. En die commissie is belast geworden met een inventarisatie van alle staatsorganen, alle state-owned enterprises. Maar dat niet alleen, maar met het doen van aanbevelingen over die state-owned enterprises. Moeten we ze liquideren? Moeten we ze privatiseren? Voor overheidsstrategie om te behouden, et cetera. Allemaal zijn hierin genoemd van staatsolie tot zelfstichtingen. En het zijn, als ik me niet vergis, 164, die zijn hierin ook geweest. 163, ik heb eentje opgericht in die snelheid. 163 state-owned enterprises. Dit document is dus naar de president gestuurd, naar de regering, om hier een uitspraak over te doen, zodat de implementatie van de aanbevelingen, geamendeerd of niet, uitgevoerd kunnen worden. Dames en heren, dit wilde ik u tot slot meedelen. We zijn 3 kwartier uitgelopen dan ik gepland had. Deze planning is niet uitgekomen daarvoor. Maar ik hoop dat wij u een goed inzicht hebben kunnen geven in waar we de afgelopen 2 jaar mee bezig zijn geweest, maar wat de komende periode ook zal brengen. En laat mij van deze gelegenheid gebruik maken om de mensen die mij bijgestaan hebben hier aan tafel dank te zeggen. Niet alleen, maar ook hun mensen, hun personeel dank te zeggen. Omdat, zoals ik eerder aangaf, iedereen van hoog tot laag hun bijdrage hebben geleverd aan het vele werk, in mijn optiek, vele werk, maar misschien ben ik biased, vele werk dat verzet is op het ministerie. Ik dank ook de adviseurs. Ik heb een klankbordgroep gehad waar ik elke vrijdag in het begin, elke vrijdag mee zat en sprak, gedachten uitwisselde over Suriname, maar voornamelijk de economische situatie in Suriname. En hoe we daarover dachten en wat we zouden moeten doen. Ook hen wil ik dankzeggen. In het begin was het elke week, daarna 2 wekelijks. Ook hen wens ik dank te zeggen. Maar er zijn nog een heleboel mensen die mij bijgestaan hebben. En ik ga geen namen noemen met het gevaar af dat ik eentje vergeet. Ik wil iedereen dank zeggen en dat doe ik omdat het u ook bekend is dat ik morgen afscheid neem als minister van Financiën en Planning. Ik zal morgenochtend de protocol van overdracht tekenen en ik zal overdragen aan minister Ramdin als eerste ad interim en minister Tjonahing
die door de president als tweede ad interim is aangewezen. Dat zal morgen om 10 uur gebeuren op het ministerie. En in de middag neem ik afscheid van mijn collega's in de regeringsraadsvergadering. En dan hoop ik dat de president het presidentieel besluit van mijn ontheffing als minister zal tekenen. Ik zeg u dank, ik zeg de gemeenschap dank voor het in mij gesteld vertrouwen. En nogmaals, heel hartelijk dank. En wie weet komen wij elkaar nog wel tegen, ergens ooit. Dank u wel. Oké. Eigenlijk twee vragen, maar de eerste die in me opkwam was, het ging natuurlijk over belasting betalen. En ik begrijp dat er een probleem is, of een relatie is, tussen het uitstel van die investeringsbeslissing van de oliebedrijven en dat het te maken heeft met belasting betalen. Maar kunt u daar iets over, want daar wordt niet zoveel over gezegd, maar dat wordt wel steeds met elkaar in verwant gebracht. En dan nog een heel klein vraagje, wat de opbrengsten zijn uit de kleinschalige mijnbouw. Wij zijn wel met het oliemaatschappijen in discussie over de petroleumwet. U weet dat er wat voorzieningen zijn gegeven. En die voorzieningen zijn geregeld in beschikkingen. Of staatsbesluiten. Niet voor het geregeld. Een positieve evaluatie. Maar het zijn voorzieningen die gegeven zijn. En wij zijn doende om die voorzieningen ook wel correct, wettelijk correct te regelen. In de petroleumwet, die gesprekken zijn er nog gehad. En de relatie tussen belasting betalen en de FID is absoluut niet. Maar wat bedoelt u dan met voorzieningen? Nou, er zijn vrijstellingen gegeven, faciliteiten gegeven, die gegeven zijn middels beschikbaar en staatsbesluit, terwijl ze dat niet geliefd hebben. Aan bedrijven? Maar dat is met een andere private. Maar dat gaan we weer dat gaan we kwalificeren. Daarom gaan we het ook in de gaten over de petroleum. En uw tweede vraag is een detailvraag. U kunt de cijfers. We hebben de flesje van Plotland. Die worden gepubliceerd. En u kunt die op de website zien dat we dat die cijfers op lezen. Minister, dat is een mooie uitleg allemaal, maar voor de burger om iets te begrijpen, kunt u het kort aangeven, toen u aantrad, toen de regering aantrad, hoe groot was concreet de binnenlandse schuld, hoe groot was de buitenlandse schuld, we zijn nu iets langer dan 2 jaar verder, wat is op dit moment concreet gewoon 1 bedrag, de binnenlandse schuld, de buitenlandse schuld, en vervolgens, hoeveel is er afgelost aan schulden, en hoeveel nieuwe schulden in bedragen zijn erbij gekomen, dank u. Ik heb geluisterd naar de presentatie van de directeur van Bureau Staatsburg. Want die cijfers zijn gepresenteerd. Maar u krijgt de presentatie hardcopy. Dan kunt u ook de cijfers lezen. Heel concreet. En dan we daar duidelijk over zijn, meneer Buran, want ik begrijp de strekking van uw vraag. De staatsschuld en bedragen is helder. Bedragen kan je niet manipuleren. Wanneer de staatsschuld uitgedrukt wordt in een percentage van GDP, wat gebruikelijk is, dan kun je afhankelijk van de koers, want we hebben in de valuta staatsschuld, en afhankelijk van de hoogte van de GDP, kan je aan de uitkomst. Dus in het begin was het rond de 150% van de GDP. De GDP is verbeterd. Als die koers toeneemt en je rekent je PV om tegen de koers,
Maar vervolgens wil je je SRI tegen die koers, dan kom je op een andere uitkomst. Ik leg dit uit, omdat je afhankelijk van hoe je uitrekent op verschillende uitkomsten. Wij hebben gezegd, wij zijn niet in staat op basis van overheidsfinanciën, overheidsinkomsten en uitgaven, om een andere schuld tegen te geven. We hebben vastgehouden toch dat die twee schulden die genomen waren om salarissen en subsidies te betalen, dat die algeheel afgelast zijn binnen een jaar. Dus dat heeft de schuldenactie niet verhoogd. We zijn juist daarom zijn we gestrekt gegaan met schuldeneisers. En dan met name alle schuldeneisers, maar met name de buitenlandse schulden. We hebben de schulden binnen ons geherstructureerd. De banken zijn in gesprek gegaan, de meeste zijn geherstructureerd op één dag. En daar is een reden voor. Maar ook dat gaat vrij snel overlopen komen worden met de lokale bank. Maar de buitenlandse schuldeisers hebben standstill afgesproken. Dus omdat ze hoeven niet af te lasten. Vaak op de agreement, een afspraak die we gemaakt hebben, dat we een nieuwe overeenstemming, een nieuwe overeenkomst hebben. En u weet hoe stoer dat is. Met name, maar tennisclub zijn we wel. Het is een kwestie van de individuele wel met die overeenkomsten tegen. Eigenlijk zou ik vandaag met Frankrijk kunnen tegen. En dan is het niet haastig, de andere dan de komende nacht. Maar de Oppenheimer schuldeneisers is van alle mogelijkheden. Maar houd u vast wat mevrouw Markas heeft gezegd, dat in het macro-economische raamwerk een debtanalyse gemaakt is. En als wij teruggaan, volgens het raamwerk naar een schuldratio van 60%, dan wordt dat 15 jaar van mij. 15 jaar. Als de schuldeisers akkoord gaan met zoals dat in het macro-economische raamwerk is ontworpen. En vandaar dat wij ook zeggen aan die Oppenheimer schuldeisers, broer, wij vragen je helpen. Gebaseerd op het macro-economische raamwerk, het is niet dat het minister ochtend wakker wordt en zegt, ik ga 70% drukken vragen vandaag, of 40%. En u weet dat 70-40 is geworden, omdat het raamwerk verbeterd is geworden door economische verbeteringen. En die verbeteringen hebben we daar gezien. Ik sta hier wat uitgebreider bij stil, omdat dit vraagstuk enorm speelt. En tot veel misverstand. Kan u zeggen dat het raamwerk verder te doen is gekomen. En dat tweede, dat heb ik ook gezegd in een eerder interview, dat wij zitten al 33% neergekomen. En die 33% past in het raamwerk. Ja, dus als het raamwerk verder verbetert, zal die herverkrachting opdragen en kan je sneller tot een overeenstemming komen. Begrijpt u nu waarom de bondholders oil en gas in het raamwerk meegenomen hebben? Ja. Omdat als dat gebeurt, dan komen we misschien op de heerlijk van de overeenstemming. Ik heb het slechts over de heerlijk, maar de onderhandelingen gaan ook over het verlagen van het percentage, over breesperiodes, over langere aflossingsperiodes. Ik heb het slechts over de heerlijk. Wij zitten ook, zij zitten op 20%, wij zitten op 33%. En ik heb in Washington aan ze gezegd, ik heb ze hier in deze zaal gezegd, dames en heren, ik ga niet afweten van het programma. Dus als u komt met een voorstel dat niet past in het programma, gaan wij geen onderwijs stellen. 20% past in het programma.
mij hebben gevraagd om wederom zelf te praten met IMF, om ze ervan te overtuigen om oil en gas wel niet in. We wisten dat het niet zou gebeuren, omdat FID nog niet is uitgekomen. Maar is het die gelegenheid gegeven? En praten als IMF met je mee wil gaan. Maar ik ga niet afwijken. Dus we zitten dichter bij elkaar en we gaan er komen en verder kijken. Je mag weten dat de bondgroepers gevraagd hebben om weer te gaan. Om weer aan te houden. Ja. Ik heb gisteren het gehad van een van de lawyers van de bondgroepers. Dat ik op de kandidaten ga ik niet zeggen. Dat ik geen minister meer om te kunnen gaan. En opvolgen. Maar u vraagt dan. Wij hebben met de IDB 3 meningen getekend en waar we hier in bijzijn van u de overeenkomsten hebben getekend. Dat is vereniging voor sociale zaken, vereniging voor onderwijs en een vereniging voor NHA. Wat het totaalbedrag van 85. Vervolgens hebben we een lening getekend van 50 miljoen. Policy based job. En ik heb dat over werk hier. Maar die lening worden niet consultief ingezet om salarissen te betalen of subsidies te betalen. Ik heb dat document hier waaruit u ook kan zien welke projecten met die 50 miljoen gefinancierd zullen worden. I-Center is daaruit gefinancierd. Weet dat I-Center al geopend is genomen, is daaruit gefinancierd. Aanschaf van materieel, et cetera, voor de politie, de forensen, wordt daaruit gefinancierd. Wordt nu voorbereid door de justitie en politie. Sino Hydro, het project in het binnenland om de dag te voorzien van een zonnepaneel, 3 miljoen US, is uit dit project gefinancierd. Zo zijn er een aantal projecten op te doen. Reductiekredietfonds, LOFA, et cetera, die hier opgepakt zullen worden. Renovatie van scholen, et cetera. Welke leden hebben we nog meer gesproken? We hebben geen rekening gesloten met de directeur van deze. We zijn aan het voorbereiden om, en we hebben voldaan aan al die private conditions, om een rekening van 150 miljoen bij IDB te sluiten. En ik heb aangegeven, we hebben nog die rekening, we krijgen nog die rekening, aangewezen. Het zijn concessional rules. Ik mag ze constructief gebruiken, maar dat is niet goed. Ook dat wij opvallen en dat we moeten doen. Maar het zijn meningen, concessional loans, hele lage rentes, langere aflossingstijden, bereidsperiodes. En ik heb verder aangegeven wat mijn bedoeling is aan die aflossing om op de centrale van. Ik hoop dat ik uw vraag verder wat uitgebreider op ingegaan wil worden. Ik hoop dat ik uw vraag beantwoord heb. Niet voordat ik zeg dat alle informatie wat u vraagt, die zeer goed. En volgens mij recent nog zijn de cijfers van het tweede kwartaal, niet alleen op de website van Bureau Staatsschuld gepubliceerd. Maar ook in de bepaalde gevaar. Dat u de informatie opzoeken en dat u de conclusies zelf krijgt. Op de website van de staatsschuld wordt elke maand gepubliceerd. Maar wat u dat? Want ook daar werd niet aan voldaan. Dat hebben we ook opgepakt. Ook in het staatsbedrijf op kwartaalbasis gepubliceerd worden. En in twee dagmelden. Ik heb ook geen twee dagen aan. Volgens mij voor de twee dagen is het nog niet tegen. Dus is het in de dagen ook niet.
Dank u, meneer Blankendal. Ja, Sam Blankendal, ABC Nieuwsdienst. Minister, hoeveel monetaire reserve is er de afgelopen 2 jaar opgebouwd? Verder nog, bij de inauguratiespeech van de president had de heer Santokki aangegeven de bredere schouders zullen de zwaardere lasten moeten dragen en de kleinere schouders zullen dat niet doen. Bent u content geweest dat dat daadwerkelijk is gebeurd of zegt u van wij als regering hadden meer kunnen bezuinigen, voertuigen, brandstof, buitenlandse reizen? En bent u al in het traject geweest van misschien de opvolger van u in te werken? En als laatst, de samenleving, je hoort geluiden, dat is meer een social media geluid van ja, hij gaat zeker met de golden handshake, hij kreeg heel wat luxe en heeft het traject niet afgemaakt. Waarmee gaat u allemaal weg? Dat zijn de vragen. Misschien kom ik daar ook aan voor. Ik wil de dag zien dat iemand voor mij staat en zegt dat hij misschien heeft me ooit iets gevraagd of je hebt mij ooit iets gegeven of iets gedaan. Als u die persoon voor mij kunt produceren, dan graag ik een kruid. Ik ga er een van. Of misschien gaat dat aan voor. Ik zeg het met een brede kant van mijn hand. Dat is niet alleen in deze functie hoor, maar dat ik ben het. Ik ben nog voor 18 jaar van de land. Ja, brede scholen, langs de weg. Ik ben daar niet helemaal tevreden. Omdat wij veel eerder de transformatie hadden moeten maken van objectsubsidie naar subjectsubsidie. En met objectsubsidie worden ook de brede schouders gesubsidieerd. Maar niet zo mogelijk. Waardoor je ruimte verliest om de subjecten die echt ondersteund moesten worden, beter ondersteund hadden kunnen worden, beter te ondersteunen. Maar dat transformatieproces wordt ingesteld. Het is ook niet, ik soms denk wel dat we dingen in 2-3 kunnen realiseren. Het is een proces. Maar soms zijn we overmoedig. Toch? En de BTW had ik dat ook bekend. En een beetje overmoedig geweest. Door te denken dat we het in juli hadden kunnen plaatsen. Vind dat goed. Maar dat proces is ingesteld. En we moeten toe naar waarbij we mensen op individuele basis moeten helpen. Ik neem als voorbeeld mensen met een beperking. Dat is een goed voorbeeld. Iedereen krijgt één basisbedrag. Maar de een heeft meer beperkingen dan de andere. Dus je zou degene met meer beperking en die minder in staat is om voor zichzelf te zorgen, veel meer moeten ondersteunen dan de ander die misschien voor 50% kan werken of 60% kan werken. Dus dat transformatieproces wordt hier gezet en ik ben niet persoonlijk niet helemaal tevreden over de snelheid van die proces is. Ik weet niet of ik allemaal onthouden heb, maar ik ga nog eentje beantwoorden. Die heb ik wel onthouden. Ik weet nog niet wie mijn opvolgers gaan zijn. Maar ik ben al bezig geweest om mijn ad-interims in te werken. En dan minister Ramdien was bij de landen. Maar ik heb veel samen opgetrokken met minister Ramdien en hij is goed geïnformeerd, zeker als het gaat om de internationale zaken. Maar minister Janahin heeft de afgelopen 3 weken heb ik betrokken bij een aantal besprekingen van grote zaken waarbij we bezig zijn. Dus zij zijn goed. De eerste vraag was namelijk hoeveel de monetaire reserve is die de afgelopen 2 jaar is opgebouwd? Ik moet even checken. Dat
Het is bijna een miljard, maar we komen van 500 zoveel miljoen. Als we, ja, je moet de monetaire zaken saneren. Dat geheel dat gebruikt mag worden. Een ongebonden deel. Dat is ongeveer 700 miljoen. En een gebonden deel is een ander miljoen. Dat is wat we noemen het kassa-stelsel. Dat de banken en de papieren. Ik maak dat anders kijken, omdat je nooit een gebonden deel mag komen, als je weet dat. U heeft aangegeven dat van de middelen die u van IMF heeft gekregen, nog 40 miljoen over heeft, dat nog niet is gebruikt. Waarom is zoveel over? Wat moest met het geld gedaan worden? Of mocht aan dat geld niet gekomen worden? Dat is één. Mag ik nog meer vragen stellen, meneer? Als u het kort doet, mag ik gelijk nog iets eraan tussen mei dit jaar en deze maand, is er ruim 100 miljoen SRD aan bankbiljetten, Surinaams geld in omloop gebracht. Wat is de reden daarvan? Is er een speciaal doel met die maatregel? En u zei ook dat op eigen kracht, aan het begin van de presentatie, een aantal dingen zijn gedaan, lonen betaald, salarissen, subsidies. Maar als de reguliere aflossingen zoals de Oppenheimer-leningen aan China en noem maar op, gewoon waren gedaan, had de regering met de inkomsten die ze heeft of de overheid, hadden deze dingen gedaan kunnen worden? Laat me voorlopig op deze drie laden. Dat beginnen met uw derde vraag te beantwoorden. En het antwoord is kort. Dat wordt de ring naar de meneer. Als wij voorkeur hadden gegeven, de aflossen van Oppenheimer en China en India en al die andere dingen. Dan waren we niet in staat geweest om salaris te betalen. Dat is het. We hadden ongeveer 25.000 mensen in beroep op het land. En u geeft mij aanleiding om ook een snerende opmerking te maken. Ik had me voorgenomen dat niet te doen. Maar u geeft mij aanleiding dat ik dat u vraag. Dat is een last geweest om jullie te vragen om hulp om die salarissen te kunnen betalen. En vervolgens in juli met de Benjaminstraat met een borrel te zitten en te zeggen van Oshiva Akaimusi of bij ons salaris. Na een vakantiegeld voor jullie. We hebben de mensen niet in de steek gelaten. Om vervolgens vandaag een grote mond op te zetten dat je het toch niet moet voor ontvangen. Je hebt het volk in de steek gelaten. En ik zeg dit met verder. En laat mij dat aan u weg. Ik kom terug op uw vraag. Als wij dus de schulden zouden aflossen, zouden we niet in staat zijn om onze mensen in de gelegenheid te brengen om brood op de plank te doen. Ja, dat zijn we allemaal gekozen voor de mensen. Weet je, meneer Tairo, we hadden ook kunnen zeggen, en ik wil graag u bekijken in u. Gaat u zelf op zoek naar geld en gaat u de salarissen betalen? We wisten dat hij dat niet kon, en dan had je misschien spanningen, had je demonstraties en dat soort dingen. We hebben gekozen voor rust. We hebben geholpen. Ja, dat doet het. We hebben gekozen voor rust. En de gemeenschap doet het ook. Nu, uw volgende vraag. Dat was het volgende. IMF geld. Het is budget support.
kunnen het gebruiken voor wat we doen. We zijn er zuinig mee omgegaan, we hebben onze eigen huishouden op poten gezet en we zijn in staat geweest om de uitgaven die we moesten doen en zelfs te investeren, hè, met een kando, in woonwagen, van de huurkredietfonds, in de gezondheidssector. Die weinig geld gegaan in de gezondheidssector. Ik zeg dat onmiddellijk ben je niet voldoende. Niet voldoende. Niet weinig geld, maar niet voldoende. We investeren in onze mensen door salarisaanpassing. We investeren in subsidies om onze mensen te beschermen. En die alles te maken met privilegie. Maar je moet vasthouden, want veel mensen begrepen niet de doelstelling waarom er een primary balance is. De primary balance is het saldo van normale ontvangsten en uitgaven. En een positieve primary balance geeft aan dat je in staat bent om aan je schuld te verplichten. Dus wij werken toe, maar we hebben een positieve primary balance, maar we hebben daar het nog niet gehaald. Wij werken er naartoe dat wij als overheid ook in staat zijn om onze schulden te verplichten. Ook dat de vraag beantwoord is. En dan werken we. Ja, 800 miljoen. Ik heb aangegeven. Want daar is daar de verkeerde conclusies getrokken. Monetaire financiering is wanneer de staat geld weet of krijgt bij de centrale bank. En daardoor weer geld in de gemeenschap. Je moet toch een onderscheid maken tussen monetaire financiering en geld. De overheid beschikt over SRD te voeden bij de centrale bank, maar ook vrienden van die categorie. Ik weet dat sommige royalties en dividenden in US worden betaald. Het is geen geld van de centrale bank, het is van de overheid, van het ministerie van Financiën. Het is wel eens voorgekomen dat er onvoldoende SRD-middelen waren. Wat doe je dan? Je verkoopt je US dollar aan de centrale bank. En het IMF-programma komt aan de centrale bank. De centrale bank geeft daarmee nieuw geld. Maatschappelijke geld in de wereld. Maar houd je direct vast dat de dekkingsgraad van dat deel van het maatschappelijke geld te werken, wat toen niet, dat deel 100% is. Dat omdat het gedekt is door die dollars die je vervoert van de centrale bank. Dat is een van de redenen waardoor het maatschappelijke geld te werken kan toenemen. Maar u weet dat de centrale bank zelf ook instrumenten inzet en al dat andere de rente van de OMO bepaalde centrale bank. De maatschappelijke geld in de wereld. Maar het is juist ook een instrument van de centrale bank om ook dat weer achter te doen. Ik hoop dat ik uw vraag beantwoord heb. Dank u wel, meneer Gompert. Twee vragen. Minister, weet je ondertussen ook waarom de koers onderweg is naar 30 en kan die teruggebracht worden? En de laatste dagen is er gesproken tijdens die gebedsdiensten bij de president of anywhere dat de politiek een beetje anders moet zijn. En de president haalde zelf aan dat met bepaalde politieke
partijpolitieke tradities gebroken gaat moeten worden als je het echt meent met de vooruitgang van het land. Dus daarom vraag ik aan u, is het niet logischer om de next in line tot minister te maken in plaats van een politieke bedoeling? Ik bedoel, u bent door zoveel deskundigen omringd die, je kan bijna zeggen, langer dan u in het vak zitten, om het zo te zeggen. Ja, langer in het ambtelijke op dat ministerie. Ik denk aan mevrouw Iris Sandel of zo. De keuze ligt niet aan de keuze is aan de president. En ik denk dat de president hier aan de keuze staat. Je kunt iemand vragen om de minister te worden. Of dat is de minister te worden. Maar het is de keuze van de president. Ik doe dat een beetje niet over, maar het is een solution. Het is een solution. Dank u, sir. We gaan naar de afronding toe. Ja, we gaan over de voorstel. Yes. Kijk, die koers is een jaar lang stabiel geweest. Je moet je afvragen, wat is zo veranderd dat die is stabiel? Er was kennelijk gedurende dat jaar voldoende aanbod om de vraag aan Vanitaal te kunnen accommoderen. Dus een van de analyses is dat het aanbod is gestagneerd in de afgelopen jaren. We weten dat we een positieve handelsbalans hebben, dus dat zou even die mogen als aan de exportbalans kunnen komen. En die exportplanners kan beschikking gesteld worden van de import te kunnen accommoderen. We weten ook, en laten we daar heel concreet over zijn, daar zou een behoorlijke achterstand leven van omzetten van SRD's in de valuta. En dat zou door het office behoorlijk aan de druk is gezet om de markt op te gaan. Het is in de prijs. Als dat is niet gezegd. Ik mag ook weten dat ik een stevig gesprek gehad heb met zo'n bedoeling. En dat ik mij ongeluk heb. En dat ik een zachte daarover heb gekregen. En dat ik vind dat wanneer je ook alweer kunt bepalen. En je verdient een maatschappij die altijd over de kamer te maken. Wij zijn bezig om die vraag te maken. De vraag in de markt te houden. We hebben geconstateerd dat er enige stabiliteit is opgekomen. Ik weet niet of we in staat zullen zijn om die koers naar beneden weer te brengen. Maar voor mij is stabiliteit belangrijk. En we hopen dat we die stabiliteit kunnen vasthouden. En dat de marktpartijen die de prijs van de dollar bepalen, ook het besef hebben dat ze deel zijn van de gemeenschap. En dat ze ook gewoon moeten meewerken aan de stabiliteit. Dat moet zij hebben daarvoor. En die SRB'tjes die je extra verdient om de koers op te brengen. Thank you, Mevrouw Palis. Goedemiddag, Amanda Palis, Kienhuis. Minister, u heeft gesproken over de dalende trend die wereldmarktprijs vertoont voor benzine. En er wordt ook een presentatie gegeven om de subsidie te kunnen geven. Dat is het Olimonie-project. Wil dat zeggen dus dat het Olimonie-project niet
geen voortgang zal vinden, aangezien dus de subsidie zal afnemen. En u heeft hand in eigen boezem gestoken, want u de realisatie daarvan. Aan die inkomsten te kunnen genereren voor de overheid. Wat is er gedaan om dat stukje te overbruggen? Want we zijn dat niet nagekomen met de afspraken met IMF, maar een... Dank u wel, mevrouw Paris. Olimonie gaat over. Mag ik vragen over Olimonie steun aan de vraag van de Blankendaal over de concept en subjecties? Olimonie gaat over subjecties. Dus we houden die objecties in die hand. Die wil genoemd zaak waren in te zoeken en dat ik uitvoer. Olimonie gaat over. Het jammer genoeg. Om toegeven dat het enigszins vertraagd is. Het is genoegzaam bekend dat de heer Dierk Adurjan dit project trok. Hij is hierbij betrokken. Het platform waar mensen zich moeten registreren is al rond. Er zal met een nieuwe bewindvoerder nieuwe afspraken gemaakt moeten worden. Om de implementatie daarvan te doen. Want dat vorm is al. Maar dat van die money zal ook afhangen, en dat moet ook duidelijk over zijn, het is een subject subsidie, zal afhangen om van het inkomen van het subject. Dus als je goed verdient, hoef je niet eens aan te vragen, want dan gaat het niet voor in aanmerking. Er gaat een bepaalde grens getrokken worden van inkomen. En onder zo'n grens kan dit aanmerken. Maar dat project is enigszins vertraagd. Dat gaat niet. Dank u wel. Anders krijg ik straks de woorden die wij zullen beantwoorden. BTW, inderdaad, had een gap gehad, omdat de BTW-inkomsten begroot hadden voor het tweede jaar. Ik heb eerder aangegeven dat wij met andere maatregelen die gap gaan invullen. En dat gaat ons lukken om die gap in te vullen. Maar daar gaat het een beetje achterlopen op onze vragen die daar in staat. Er is nog één ding wat ik u wil. Dus met andere maatregelen gaan we de mindere inkomsten van die BTW gaan we afhalen. We hebben ook begroot een bonus dividend. Die wij hopelijk en denken te ontvangen, omdat staatsolie in de Challenger dokken gaat. En dat is nog niet gerealiseerd. Als we dat gerealiseerd hadden, dan hadden we onze primary balance meer dan gehad. Dus dat zijn vertraagde zaken die gerealiseerd worden. Daarom ben ik ervan overtuigd dat we onze taak is gehad. Ik hoop dat staatsolie in staat is om die blokken, die overeenkomsten dit jaar op te tekenen, zodat die inkomsten ook binnen kunnen komen. Eén deel is al binnen gekomen hoor, want één blok is al getekend, dat was 12,7 miljoen US. Maar ik praat nu over ongeveer 40